Nu wij thuiswerken echt hebben geoefend, wordt het tijd voor de volgende stap. En dat is het remote werken. Nou hebben we niet overal 4G of een wifi-verbinding tot onze beschikking, maar daar zijn tegenwoordig veel meer mogelijkheden voor. En één van de nieuwe mogelijkheden is Starlink. Precies. En nou ja, afgezien van goede koffie heb je natuurlijk ook goed internet nodig. Overal ter wereld liefst. En dat heb ik vandaag meegenomen. En die ga ik nu eventjes voor jullie pakken. Tenminste, als jij een kopje koffie moet zetten. Zo, het is geen klein apparaat, maar het is wel echt baanbrekend. Ik zal even beginnen bij de basis, want wat is Starlink nou precies? Internet via de satelliet kennen we al heel erg lang. De toepassingen van die traditionele satellietsystemen zijn echt beperkt. Je vindt ze onder andere op containerschepen. Er zijn zo'n 30 schepen in de wereld waar een handset van Voice hangt en waarmee gebeld wordt via Voice over een satellietverbinding. Starlink is echter radicaal anders. Traditionele satellieten hangen op ongeveer 36.000 kilometer van de aarde en dat geeft een hoge vertraging, wat ook wel een latency wordt genoemd. Die is met 600 milliseconden meer dan een halve seconde. Om een goed telefoongesprek te kunnen voeren moet dat minder dan 200 milliseconden zijn. En dat maakt Starlink bijzonder. Starlink hangt in low orbit, oftewel tussen de 350 en de 2000 kilometer boven ons hoofd. En dat geeft veel hogere snelheden en een veel lagere latency. En het is ook nog een fractie van de kosten. Dus waar je normaal gesproken voor een satellietverbinding 1000 tot wel 50.000 euro per maand zou moeten betalen, waar je nog niet eens een YouTube filmpje mee kan kijken, is Starlink echt een fractie van die prijs en 10 keer zo snel. Want even voor de beeldvorming, wat heb je betaald voor eigenlijk de hardware die we nu hier hebben staan? Dus de satellietschotel en wat zit er verder nog in het pakket? De satellietschotel zelf is ongeveer 500 euro plus wat verzendkosten. Daar krijg je voor deze schotel, maar er zit ook gelijk een wifi router bij die er dan vervolgens gewoon voor jouw telefoon een bruikbaar signaal van maakt. Daarnaast betaal je 100 euro per maand voor je internet. En hoe snel is je internetverbinding dan? Ja, dat varieert heel erg. Maar we hebben snelheden gezien van 20 Mbit, maar ook snelheden van 250 Mbit. En dat komt omdat nog niet alle satellieten uitgerold zijn en het netwerk nog heel erg veel aan het verbeteren is. Want even voor de beeldvorming, Starlink kent sinds januari, maart van dit jaar ongeveer 1000 satellieten, maar ze willen het uiteindelijk uitbreiden tot 42.000 satellieten die in low orbit rond de aarde draaien. Wat voor latency haal je met het apparaat? Oftewel, hoe is die vertraging? Nou, die vertraging die is echt best wel goed eigenlijk. Terwijl heel laag wil je dat eigenlijk. Dus het begint ergens vanaf 40, 50 milliseconden. Nou, dat is nog steeds wel meer dan je huistuin- en keuken-internet of je bedrijfsinternet. Maar het is wel heel goed bruikbaar al om te bellen, om video's te kijken. Hé hey Wouter, dat klinkt allemaal onwijs veelbelovend. Hoe eenvoudig is het? Want dat zou dan iets zijn waar ik me zorgen over zou maken. Het is hypermoderne techniek, maar het is echt super makkelijk. Je koppelt het aan elkaar en je hebt een app. En loop je er doorheen en je hebt internet. Traditioneel gezien moest je satelliet heel erg afstemmen en afstellen. Dat doet hij allemaal zelf? Ja, dat doet hij allemaal zelf. Hij gaat gewoon om zich heen kijken van waar zitten de satellieten. En dan maakt hij dan de beste verbinding mee die hij op dat moment kan vinden. Zullen we dat eens in de praktijk gaan testen? Gaan we doen. Belangrijk van zo'n Starlink is wel dat je hem ergens neerzet waar hij goed om zich heen kan kijken. Line of sight heet dat. En zo heeft hij dus het beste signaal. Het enige wat je nog wel nodig hebt is stroom. Dat heeft deze camper voldoende. Maar als je die stroom dan hebt, heb je ook overal ter wereld internet. Wouter, we hebben hier twee kastjes. Wat doen die twee kastjes? Dit zorgt voor stroom en dat zorgt voor wifi. En het is echt kinderlijk eenvoudig in elkaar te zetten. Je hebt een witte kabel en je hebt een zwarte kabel. Witte voor de wifi, zwarte voor de satelliet. Precies. Kind kan er was doen. That's it. De schotel staat, we hebben verbinding met de satelliet. Yep. Hebben we nu ook internet? Zeker. 150 Mbit aan download, 40 Mbit aan upload. En een latency van ongeveer 40 milliseconden, dus dat is top. Ja, dat is heel mooi. Dat is snel genoeg voor eigenlijk alle zakelijke toepassingen. Yep. Hey, waarom heb jij zo'n apparaat? Nou, GreatWays levert geweldig wifi voor bedrijven door heel Nederland. En het is super fijn als je gewoon altijd een goede internetverbinding kunt regelen. Handig voor noodsituaties of als backupverbinding bijvoorbeeld. Hey, en kan ik deze nu op mijn bus zetten en dan naar Frankrijk rijden of naar Portugal en dan uitklappen en ik heb daar ook internet? Ja, aan het einde van het jaar wel, maar nu nog niet. Deze dingen zijn nu geleverd met, het heet een geolock, dus je mag hem alleen maar bij jou in de buurt gebruiken. Dus daar moet je nog even op wachten helaas. Maar in de toekomst wordt het mogelijk dat ik eens een abonnement heb en ik kan het dan overal ter wereld gebruiken? Precies, ja. Ja. Weet je hoe groot die straal is? Nee, geen idee. Dat zouden we eigenlijk een keer moeten testen, dus dan moeten we op een roadtrip. Als mensen dat interessant vinden, vraag dan even aan in de comments en dan stappen wij met bus en schotel weer opnieuw in de auto. Zeker. Nou ben ik al heel erg lang geïnteresseerd in die low orbit satellite oplossingen. Om de eenvoudige reden dat het overal ter wereld internet brengt. We zijn met 48% natuurlijk bezig met het faciliteren van connectiviteit op plekken waar dat nog niet mogelijk is. Voornamelijk in opkomende economieën. Daar is dit alleen niet echt een oplossing voor. Het is een deel van de oplossing. Want het is met 100 euro per maand nog steeds heel duur.
Dus je zult eigenlijk iets moeten doen om een vertaalslag van dat apparaat te maken naar een lokaal netwerk of een wifi of een 4G, zodat mensen met heel weinig inkomen het kunnen gebruiken. En er zal iets van een verrekenmodel bij moeten komen, zodat mensen dat ook kunnen verrekenen en een school of een ziekenhuis het ook commercieel interessant vindt om het daar neer te zetten. Zijn er nog andere nadelen waarom dit in zo'n use case niet zou kunnen werken? Er zijn eigenlijk twee nadelen nog. Allereerst stroom. Het verbruikt best wel veel stroom. Ja, want je had het over 150, 160 watt. En 180 watt zelfs. Dus dat is best wel veel. En het tweede ding is dat hij niet warmer mag worden dan 50 graden, want dan gaat hij uit. Nou, en dat is toch wel vaak het geval als het op het dak van een school of een ziekenhuis staat. Dat zijn ook een beetje kinderziektes die er nog uit moeten gaan. Maar ja, het is nog maar de eerste versie. Maar theoretisch zou je dus bijvoorbeeld wel een noodsituatie kunnen gebruiken als vluchtelingenkampen. Ja, zeker. Hele mooie technologie. Ja. Als je nou moet concluderen, wat is dan de situatie waarin je Starlink zou gebruiken boven andere oplossingen als wifi, 4G, etc.? Starlink is geweldig voor de plekken waar geen 4 of 5G bereik is, maar ook voor noodsituaties. Dus je snel internet nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld als je volgend jaar op vakantie wil met je camper, dan kan ik me best voorstellen dat je zo'n ding op het dak wil hebben. Maar in Nederland hebben we bijna overal 4G of 5G. Of we kunnen een wifi straalverbinding neerleggen. Dus in Nederland bijvoorbeeld bij een festival ja, maar voornamelijk voor remote werken op plekken waar geen bereik is. Precies. Dan Starlink. Ja. Vet. Prachtig product. Gaaf dat we even een dagje mochten kijken hoe dit nou precies werkt. Ik kan niet wachten tot ik het op de bus kan monteren en overal kan gaan werken. Yep. En nu tijd voor de echte test. Kunnen wij bellen over een satellietverbinding? Kun je ermee bellen? Gaan we nu doen.